Ik zal mezelf ten alle tijde blijven bijstaan. Een tijd geleden zat ik in de bijstand en iedere vrijdag zag je mij bij de voedselbank in de rij staan. Ik ging van een burn-out en depressie naar deze fase. En nu wat jaren later is het lek nu echt boven. Ik kan nu heel wat beter varen. Wel de brains, maar niet de money. Dat is het verhaal van Chelsea Oost. Hij startte vol goede moed een hbo-opleiding aan de HAN, maar kwam na een half jaar in de schulden. Hij moest kiezen tussen 2 maanden collegegeld betalen of nieuwe boeken kopen. Hij koos voor nieuwe boeken. En die 2 maanden lesgeld achterstand, die zijn eigenlijk veroorzaakt door mezelf, omdat ik de boeken niet kon betalen en de schoolspullen. Dus toen dacht ik, nou ja, ik haal het van mijn lesgeld af en dan kan ik mijn schoolspullen betalen. En toen werd ik eigenlijk uit het digitale systeem verbannen. Heeft de HAN toen ook hulp aangeboden? Nee, de HAN die was eigenlijk best wel direct en die zeiden van, nou ja, of betalen of stoppen met de opleiding. Aan het eind van het jaar had ik wel die 2 maanden betaald, maar toen kwamen er weer kosten bij omdat ik eigenlijk niet meer mocht vervolgen met de opleiding. Ik ben ongeveer 5 keer in totaal in die paar maanden tijd ben ik uit het systeem verbannen door een fout van het systeem. En dat maakte ook dat ik geen toegang had tot de voorzieningen. En uiteindelijk heeft de HAN ook gezegd van dat ik geen student meer was. Ik kan niet heel goed voor de geest halen wat hun argumenten daarbij waren. Mm-hmm. Maar het feit was dat ik op een gegeven moment vanuit de duo een brief kreeg van de HAN heeft gezegd dat je geen student meer bent, omdat je lesgeldachterstand hebt, waardoor mijn OV-kaart stop werd gezet en ik alsnog een boete kreeg voor die keren dat ik wel met het OV had gereisd. Ja, dat was wel eigenlijk een bodemloze put die steeds dieper leek te zijn. Want hoeveel was die schuld toen? Nou, misschien is een hoge schuld relatief hè, voor mensen die misschien ook dit kijken, maar het bedroeg ongeveer 2.000 à 3.000 euro. Dus je had 2.000 à 3.000 euro schuld en daardoor ben je gestopt met je studie. Dus dat had niet met jouw motivatie te maken, maar puur met geld. Ja, dat had puur met geld te maken. En uiteindelijk ook mijn motivatie natuurlijk, want doordat ik een geldgebrek had en doordat ik telkens tegen die muur van de HAN aanliep, daardoor raak je ook gewoon gedemotiveerd. En dan zie je door de boom het bos niet meer. Nee. En kon je in die tijd geen hulp krijgen van ouders of vrienden of wat dan ook? Ja, ik voelde mezelf ook wel een beetje dubbel in het hele verhaal. Want ik heb dan een schuldenachterstand. Af en toe zat ik hier met vrienden biertjes te drinken. Ik had van mijn moeder al een paar keer geld geleend. En dan ga je toch bij jezelf te raden van, ja, mag ik nog wel meer geld lenen? Kan dat wel? Staat dat niet raar? Moet ik het niet allemaal zelf doen? En bovendien had ik gewoon het gevoel, en dat droeg ik ook uit naar de HAN toe, van hey, aan het eind van het jaar, als jullie me gewoon die zekerheid geven en me kunnen vertellen van hey, je mag de studie vervolgen, dan wordt dat wel betaald. Als het 30 euro per maand, als het 40 euro per maand, iets in die richting. Chelsea stopt met studeren, krijgt een burn-out en komt zelfs bij de voedselbank terecht. Maar daar kijkt hij niet negatief op terug. Het klinkt heel stom, maar de tijd bij de voedselbank was eigenlijk best wel leuk en leerzaam. Ik stond daar iedere vrijdag in de rij en er waren echt heel veel verschillende soorten mensen. En ik merkte daar gewoon een heel, heel open sfeer. En mensen die waren over het algemeen best wel opgetogen, vrolijk en maakten een praatje met elkaar. En dan had je mensen die gevlucht waren uit verschillende landen die daar waren en de taal niet spraken. Je had ras echte Nijmegenaren uit de buurt die daar waren. Maar iedereen was heel gemoedelijk met elkaar. En je zat een beetje in hetzelfde schuitje. Dus. En die 2.000, 3.000 euro, die is weg. Die heb je helemaal afbetaald. Ja, die heb ik helemaal afbetaald. Ja. Maar je hebt nog wel een studieschuld. Ja, zeker. En hoe hoog is die ongeveer? Ja, dus mijn studieschuld is om en nabij 24.000 euro. En hoe wil je dat gaan betalen dan? Nou, het scheelt dat zij in ieder geval wel een goede betalingsregeling treffen waarin het bedrag niet heel hoog is. Maar dat gaat me nog wel voor nu in ieder geval nog wel een tijdje duren. Inmiddels heeft Chelsea een vaste baan. Voor medestudenten en onderwijsinstellingen heeft hij maar 1 advies. Vraag is naar mensen. Hè, wat speelt er? Wat zit erachter? Wat is de reden? En ik denk als je objectief naar mensen kijkt, dat je dan vanzelf wel een goede, gezonde conclusie kan trekken en hulp aan kan bieden. Want er zijn heel veel middelen, mogelijkheden en weet je, Nederland is daarin best wel een goed, welvarend land. En, maar mensen die moeten wel wegwijs gemaakt worden. En als je eenmaal een beetje in een bepaalde sleur zit, dan is het gewoon heel lastig voor mensen om die wegen te vinden. En dan kost elk klein beetje energie kost gewoon veel meer moeite dan wanneer je er wel beter bij zat. En wat geld zal mij nooit volledig ijveren. Biljetten worden met zekerheid gedrukt. Lucht. Maar echt papier is voor de schrijvers die vaak twijfelen.